zijn weer aan boord van de Nieuw Statendam en vervolgen onze cruise richting Italië. Het schip meert aan in Palermo, Napels en uiteindelijk in Rome. Maar we komen ook aan in Livorno. En daar kun je voor een klein bedrag met de trein naar Florence. We zijn in Florence. We staan hier op het Piazza del Duomo, midden in het centrum van Florence. Natuurlijk voor de Duomo. Die kent u waarschijnlijk allemaal wel. Als je nou op het schip zit, dan kan je allerlei excursies boeken. En een aanrader is dan echt wel Florence. Daar is zoveel moois te zien. En bekende namen als Michelangelo, Donatello. Het komt allemaal hier vandaan. Galleria dell'Accademica. U hoort het, mijn Italiaans is geweldig. Het beroemde museum in Florence. En dan moet je eigenlijk eventjes naar binnen, want er staat bijvoorbeeld de David van Michelangelo. Maar ja, dat gaat vandaag voor ons in ieder geval niet lukken, want er staat een enorme rij. Dat kan je voor zijn door op het internet een tijd van tevoren al te boeken, want dan kan je zo naar binnen, kan je zo doorlopen. We zetten koers richting de oude binnenstad van Florence. Ook al een lust voor het oog en daarom populair onder toeristen. En zoals het Italië betaamt, kunnen we genieten van imposante bouwwerken en prachtige beeldhouwkunst. Prachtig plein, het Piazza della Signoria. Het meest bezochte, het drukst bezochte plein van Florence. En hier achter me zie je de loggia met beelden van Hercules, Medusa, Centaur. En die loggia die is gebouwd in 1376. En het is ongelooflijk hoe dat er nog bij staat, hoe mooi ze dat hier allemaal gemaakt hebben. Ben je nou niet het museum ingekomen, omdat je geen kaartje had, net als ik, dan kan je hier toch nog een replica van de David zien van Michelangelo. Ponte Vecchio, een beroemde brug hier in Florence. De brug die eigenlijk iedereen kent. Hè? Hij loopt hier over de Arno. Hij is in 1333 gebouwd. Oorspronkelijk was het een houten brug, maar die ging in de fik. En toen hebben ze deze stenen brug daarvoor in de plaats gemaakt. Een hele rijke familie heeft dat neergezet om het ene deel van Florence te verbinden met het andere deel. De Ponte Vecchio biedt niet alleen een indrukwekkend uitzicht over de rivier de Arno, die de stad Florence in tweeën klieft, maar je vindt er ook allerlei leuke winkeltjes. Na zo'n heerlijke dag Florence sluit je natuurlijk af met een lekker ijsje. Ja, ik sta hier een beetje te mijmeren achter op het dek. Een beetje kijken over de zee. Want het is helaas de laatste dag van deze cruise. We varen naar de laatste haven, Rome in dit geval. Dat is toch wel erg leuk hoor, zo'n week. Want je ziet heel veel in een week. En je neemt eigenlijk je eigen hotel mee om af en toe af te stappen en diverse plaatsen te bezoeken. Ja, dat gaan we vast nog wel een keer doen.